Onze zoon die had een grote passie, dat was geocaching. Geocaching, dat is het schat zoeken met een GPS. En ja, hij vond dat geweldig. Van, hey pap, hebben we nog weer in de buurt? Kunnen we weer gaan? Vakantie? Wat ligt er allemaal? Gaan we weer even? Ja, dat was voor hem was dat de ultieme kans om verder de natuur in te gaan en de buitenwereld te verkennen, zeg maar. Maar anderhalf jaar geleden kwam hij helaas om met een tragisch ongeval. Hij heeft twee klompjes met een trackable, zeg maar. Die heeft hij in Schotland vlakbij de Harry Potterbrug, zo gezegd, neergelegd. En ja, voor hem was het droom om het de hele wereld over laten gaan. Aan het begin had ik zoiets van, ik wil het terughalen. Omdat je alles wil hebben en verzamelen van wat van hem is geweest. Maar van de andere kant, het was zijn droom. Dus wie zijn wij om die droom niet te verwezenlijken voor hem? Wij laten hem gewoon doorzwerven. En ja, wij volgen hem iedere keer op de voet nou via Google Earth. Dus hartstikke leuk en heel veel leuke reacties van mensen. Mensen vinden het toch wel erg. Mensen schrijven gedichten, mensen schrijven stukjes. Mensen met foto's, met families. Ja, het is gewoon hartstikke leuk om het te volgen, zeg maar. Als mensen echt ja, hun medeleven betonen, dan vind ik dat wel fijn. Voor mij is het er gewoon een houvast. Het is weer een stukje van Neo. Er zit een beetje zijn ziel in, een beetje zijn passie in. Dit geeft dan een klein beetje gevoel dat hij toch op de wereld aan het rondreizen is. Dat hij van, hey, hallo, ik ben nu hier en ik ben nu daar. En voor mij is het gewoon super om het te blijven volgen. En het geeft mij ook weer een drive om gewoon weer door te gaan met andere dingen. Want ja, je bent toch een kind kwijt. En ja, dit zijn kleine dingetjes die heel belangrijk gaan worden.